Echte mannen doen ook een huishouden. Wanneer barbecuen wij eigenlijk? Elke week. Ik zal vast één antwoord op jullie vragen. Is het bij jullie in huis druk? Nee, valt best wel. Jongens, waar zijn we nu? Hallo allemaal, nou hier is dan deel nummer 2 van onze week van de 4 vloggetiers en ik ben Remy, dit is Claudia en de vloggetiers die kennen jullie ondertussen al en dit is onze deel nummer 2 en als je ook deze film heel leuk vindt, geef dan zeker een dikke duim omhoog of abonneer op het kanaal en dan ga je nooit meer een vlog van de vloggetiers en co missen. Doei! Veel kijkplezier! Het is 19:30. En we hebben eigenlijk een klein beetje uitgeslapen met z'n allen. Poeh, dat was even schrikken. De wekker ging en papa vloog uit bed. De schooltrein. Hello. Good morning. Toetoes. Daar gaat de trein. Kom. Mami al haartjes doen, oké? Okay? Kom. Eerst alles klaarmaken, dan gaan we kleuren en tekenen. Jess, Hilly. Oh, Jess, dat moet je niet doen. Hilly. Megan. JC. Er staan mensen op jou te wachten buiten. Ja. Nou, kom. Go. Jeez. Doei, schatjes. I love you. Doei, doei. Nou, zijn ze op school? Huh? Ja. Ja, je hebt nog je tandje aan het poetsen. Oh, dat ging wel snel deze ochtend, hè, Moek? Tanden poetsen en dansen. Tanden poetsen en dansen. Alle kleinste die krijgen meestal rond een uurtje of 10 haar tussendoortje. En tussendoortjes... zijn meestal, en noemen dat altijd een geitenwolle sokken dingetje. Van dat soort dingen. Van die dadelreepjes of dit soort... Die ook? Oh, die vind je lekker, schat. Ben je fijn aan het spelen, schat? Ja, lekker kleding in het zand, hè? Ja! Yeah! Gaan we dansen? Gaat hij wiebelen? Wow. Een gezelligheid weer allemaal op deze vrijdag, bijna middag. En wat het leuke aan vrijdag is dat JC altijd om 12 uur klaar is met school. En Jessin hoeft niet op school vrijdag. En Megan is vandaag ook klaar om vrijdag om 12 uur. Dus we kunnen samen lunchen. Yay, gezellig. En zo ziet onze vrijdag eruit op een doordeweekse dag. Als de kindjes naar school moeten. Yay! Eten. Maar dan blijf ik thuis. Nee. En sowieso ga ik niet. Lekker deze. Taronetjes doen. Ja, lekker. Goed zo. Vader, lekker. Het is vrijdagmiddag, broertjestijd. Zus, lekker. Yes. Truuske. Ja. Goed zo. Lekker eten, hè? Ja. Lekker eten. Net als school ben ik van. Alleen ik, omdat Jessin, dit is de laatste dag van de school en dan heb ik vrij. En Jessin gaat dan niet naar school. Zijn haren maken? Ja. Zo, hallo. Je lijkt wel een kip die zijn nek geknepen wordt. 1 euro is 100 cent. Dus, wow. Daarom zou ik met dit heel erg voorzichtig zijn. Als je hier 2 nullen op zet, dan pas denk je dat dit 1000 is. Waar zijn we dan, schat? Hè? Zijn we bij de plantjeswinkel? Ja. En Hilly vindt alles wauw. Wauw, hij is zo mooi allemaal.
Want we hebben een nieuwe schutting, dus we willen een nieuwe plantje staan. Ja, en het is lekker weer. En dan krijgen papa en mama zin in bloemetjes in de tuin. En wat doe je met de plantjes? Doe je daarmee aaien? Je aaien, hè? Oh, lief, hè? En lekker ruiken. Ja, mama houdt van lavendel. Dat is lekker ruiken, hè? Ja. Doe maar eens ruiken op. Lekker, hè? Ja. Gezellig, hè? De plantjeswinkel. Vinden wij altijd heel gezellig. Ja, dat is Charlie, de papegaai. Hoe is dat? Wie is dat? Oh, kijk, daar is die weer. Hallo. Zeg maar goedemorgen. Oh, lief, hè? Visje, visje in het water. Visje, visje in de kom. Ach, die Charlie. Ja, nou zeg, hè? Jeetje, man. Oeh, is dat? Oeh. Ja, Charlie is een beetje druk, hè? Nou, nou, nou. En als het ons enigszins is gegund, slapen we uit in het weekend. Maar jouw wekker, die gaat ongeveer om een uurtje of 7, denk ik, hè? Ja. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks. Want wat we altijd doen is gezellig met z'n allen op bedje liggen. TV kijken, beetje kroelen. Beetje spelen boven. Kom maar naar beneden. En dan zijn die meestal al beneden. Want die zijn dan klaar met kroelen en spelen. Mogen ze heel eventjes gamen. En dan moeten we even de restjes van gisteren. En zo zijn de dingetjes bij ons verdeeld. Ik wil dus niet zeggen dat alleen ik de was doe en stofzuig enzovoort. Maar dat doet Remy eigenlijk net zo. Waarom niet? Die zegt dat alleen een vrouw moet poetsen en schoonmaken. Ik zet ook kasten in elkaar als het nodig is. Dus. Hè, vriend? Zeker. Echte mannen doen ook het huishouden. We zijn ons klaarmaken voor de fotoshoot voor het sportevenement. Ja, en wat voor sportevenement? Wat doe je dan bij het sportevenement? Rennen. Rennen, hè? Dus jullie gaan nu een fotoshoot en filmpjes opnemen met allemaal andere kinderen. Heb je er zin in? Ja, super! All right dan. Nou, daar gaan we. Yes. Het is lekker koud. Dus we hebben vestjes aan. We hebben wat lekkers. Heb je dat op, Megan? Oh, dat doe je snel. Dat meer ik niet haal met haar. Pam, 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 pam. Ja. Omdat we het heel erg leuk vinden, dat kan toch? Dat is goed. Zullen we nog een keertje doen? Ja. Ja, dus kunnen ze daar ook even uit doen als ze zich aan willen. Ja. Wat heb je nu allemaal gedaan, Jace? Brioots. Ja. Met de camera. De camera. Waarom heeft mijn vader me gedaan? Wat ben je aan het doen, Jaslyn? Bloemetjes aan het plukken. Bloemetjes aan het plukken? Er zijn er vele, hè? Wat ga je ermee doen met de bloemetjes? Wat eigenlijk ook niet kan ontbreken in onze weekenden.
onze eigen barbecue chef. Ga je maken? Vandaag maken we een Indonesisch stoofpotje. Oh jee toch? Ja. Er zijn wel eens van die mensen die posten dan op de socials bijvoorbeeld van, nou, eerste barbecue van het jaar is een feit, want het is lekker weer. Wanneer barbecuen wij eigenlijk? Elke week. Minimaal één keer per week. Hoe lang al? Niet altijd heel culinair, soms gewoon een hamburger. Maar dat is dus niet een beetje gehakt. Dat is altijd met van alles erbij. 3 of 4 jaar doen we dit nu? Ja. Winter, zomer, sneeuw, zon. 3 van die dingen. Ja, nu staat eigenlijk maar 1. Ja, de andere staat er. Oh ja, dat was met de wind toen. Lekker smikkelen, hè? Ja. Wat eet jij? Lekker nootjes. Lekker nootjes. Wauw, Haley, mooi. Dan kijk de bruin voor de stipjes. Jee. Jee, ik zie het. Nou, gaan we eens mooi die eitjes verven, hè? En als we dan op bedje liggen, Jaslyn. Als we op bedje liggen, wie komt er dan, Jaslyn? Paashaas. En wat gaat de paashaas doen? Paashaas even verstoppen. Oeh, dat is leuk. Mooie eitjes. Ja, het moet ook een... Wauw, mooi, hè? Maar papa, mama, daar hadden toch altijd houdertjes waarop het komt te doen? Ja, die gaan we dadelijk pakken als het droog is. Je doet het eerst in die eierbak. Als het droog zijn, doen ze in die houdertjes. Nee, maar de houders die zijn juist gemaakt. Nee, die verfhoudertjes doen ze, maar die hebben niet meer. Nee, die doen het nooit, joh. Die gaan altijd kapot, die vetjes. Nee, maar die hoeven niet te draaien. Maar ik wil het ergens in kunnen leggen, zodat ik dat kleine stukje... Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt. Nee. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Voor wat? De eieren zoeken. 3, 2... 1. Woehoe! Waar zijn de eitjes? Ja, het spuit 11. Ik snap echt niet waar die ligt. Jesse, wil je even weg? Oh. Ben je bang voor muizen of waarom staat het? Nee! Ja! Hier de tuin van de soepsoep! Goed zo! Aan tafel! Wiegen, ze moeten jouw eigen eieren toch? Papa, eet dan. Hier is een plantje. Wat is het? Oh, van pizza. Filmen. Doe maar tik. En? Ja! Nee, ik heb een barst! Oh, met Jessie heb gewonnen! Ik moet die kinderen aan het doorheen. Dat ik in de ben. Gekkies. Wanneer je een Efteling abonnement hebt en de Efteling heel erg mist. You got it. Jongens, waar zijn we nu? Oh nee, in België? Nee joh. Ja, zo klinkt het wel. Waar zijn we? Wie weet dat? Valkenburg. Oké, dan. Even lekker picknicken. Nu wil de eik buiten, maar het is een beetje te koud. Hè? Vindt jullie lekker, jongens? Ja. Hey, Jaslyn. We hebben nog geen hap genomen. Dit is een bit. Oh ja, gek hè. Ik wil het weer afhalen, maar het is niet warm. Megan, doet je lekker? Ah, eindelijk. Door de dorpjes heen gereden. Door het platteland. Ja, zo plat vond ik dit land niet hoor.
Nou, gelukkig komt het vooral nu tijdens de lockdown voordat we echt gewoon niks hebben in het weekend. En daar maken we dan heel graag gebruik van. Meestal als we iets hebben in het weekend zijn we alle twee weg. En ja, nou, dit is dan zo'n weekendje waar ze lekker spelletjes gaan spelen. Wie is er aan het winnen, jongens? Papa. Papa, maar ik heb pas één poppetje, dus... En ik heb niks. Ja, zelfs Haley doet mee. We proberen eigenlijk altijd iets te ondernemen in het weekend. We gaan bijna altijd wel de deur uit. Vandaag zijn we eindje wezen rijden. Soms gaan we wandelen, soms gaan we fietsen. Maar we vinden het eigenlijk ook wel heerlijk om gewoon alleen maar thuis te zijn. Omdat we natuurlijk al heel vaak op pad moeten. Maar een beetje bank hangen vinden we ook wel heel erg leuk in het weekend, hè JC? Yes. Wat kijken we het liefst op televisie? Disney Plus. Disney Plus is favoriet, hè? Beetje Netflix. En lekker YouTube'en. Oh, soms hè, maar dat mag niet altijd, hè. Dat weet je, ja. Maar, ja, ik weet het. Ja. Toch, hè, Remy, op de een of andere manier hebben wij nooit een dag dat we echt de hele dag echt niks doen. Raar, hè? Ja, terwijl we altijd hopen op zo'n dag, maar als die er eenmaal is... Gekkie. En nu blijven die van mijn wiel af. Godverdikke door die. En nu is het genoeg. Weet je wat ik nou heel tof vind, hè? Is als je heel even op dat duimpje drukt, zo klik met je wijsvinger. En wat we nog toffer vinden, of misschien wel net zo tof, is als je abonneert op ons kanaal. Dat vinden de vlogteers heel erg leuk, maar vooral wij. Heb je opmerkingen, heb je nog vragen of zeg je, nou dit vonden we leuk, dit willen we vaker zien. Dan kan je ons een bericht sturen. Kijk maar, onderin of ergens op het kanaal zie je het e-mailadres van de vier vloggeteers en anders op via onze socials. Ja, een DM. Oh, Hedy zegt wel dag. Dag!